zijn we hier in de hal van het gerechtsgebouw in Middelburg aan de Kuisleesdijk. Ja. En jij hangt hier met kunst. Klopt. En hierachter hangt al een van de schilderijen die hier nu hangen. Ja. Maar wat wel grappig is, jij schildert nog helemaal niet zo heel lang. Kan je daar eens wat over vertellen? Nee, ik schilder sinds 2012 eigenlijk een beetje voor de lol. En ik heb altijd muziek gemaakt, dus altijd wel creatief bezig geweest. En sinds 3 jaar doe ik dat parttime eigenlijk. Dat het overal exposeert, dat de dingen verkocht worden. Is het eigenlijk van de grond. Dat had ik nooit verwacht. Maar dat trok op een gegeven moment echt aan me. Dus, hoe kom je nou hier in de rechtbank? Kijk, want ik ben in het begin van het jaar ben ik hier geweest. Daar heb ik met Kees Berwald en een collega gesproken over de kunst die zij hier altijd exposeren. Ja. Overheidsgebouwen die moeten ook een bepaald deel van wat ze aan hun gebouw doen ook besteden aan kunst. Nou, ze hebben hier een behoorlijk actief beleid, als ik het goed heb begrepen. Ja. Hoe zijn ze nou bij jou terechtgekomen? Of ga je dan zelf of vragen ze je dan? Nee, ik had gewoon geluk. Ze hebben me benaderd. Ze hadden mijn website ontdekt, zeg maar. En sprak ze aan. En op een gegeven moment ben ik gevraagd, viel iemand uit en ik mocht invallen, zeg maar. Nou, ik ben er hartstikke blij mee, het is een mooie ruimte. En schilderijen komen er goed uit. Stiekem toch wel wat publiek, denk ik. Ja, maar dat vind ik ook wel interessant, hè? Want zullen we eventjes, daar is even naar de hoek lopen, daar zagen we er ook, hè? Ja. Dat is toch, dat is wat je erin wil zien. Hè? Ja. Ik zie het toch als een soort zon of spiraal, nevel, waar je niet bij kunt. Maar het is wel in een ruimte waar heel veel mensen komen die behoorlijk emotioneel zijn over rechtszaken, over een al dan niet de veroordeling van een tegenstander of zichzelf. Het is een beladen ruimte, er gebeurt hier vreselijk veel. En in mijn schilderij zit vaak ook gewoon een boodschap of lading of wat dan ook. Ook niet altijd, maar bepaalde schilderijen wel. En daarom is het ook zo interessant om hier te hangen. Het past bij elkaar. Maar wat we hier zien, had je daar nu ook een bedoeling mee of is het gewoon een mooi beeld? Of laat je dat geheel over aan degene die het bekijkt? Degene die het bekijkt mag zelf bepalen wat hij ziet. Ja. Ik heb er wel een idee over, voor mezelf. Ja. En voor mij staat het eigenlijk over voor een talent wat niet tot ontwikkeling kan komen. Okay. Maar dat is echt persoonlijk. Een ander ziet er gewoon iets weer iets anders in. Maar in jouw geval is het talent wat wel tot ontwikkeling komt. Doe je dan op een ander talent? Ja, maar ik zie het vaak bij mensen dat ze wel talent hebben, maar dat ze er niet aan toe komen. Ja. En dat vind ik zonde. Ja. Een soortje van een hoop energie, een hoop pracht of kracht of wat dan ook. Wat niet tot uiting kan komen, omdat je gewoon te druk hebt met je werk, met van alles en nog wat zorgen. Maar nu hebben we twee vrij lichte, maar ik zie hier ook twee gezichten of portretten. Ja. Kijk, deze vrouw die kijkt heel vrolijk, maar is echt wel een vrouw met een getekend gezicht. Ja. Doet mij een beetje denken aan een Italiaanse vrouw of... Ja, dat is ook grappig. Deze. Er zijn mensen die er Italiaans in zien inderdaad. Er zijn mensen die er Latijns-Amerikaans in zien. Er zijn ook mensen die er Aziatisch in zien. Oh, en dat maakt me dus helemaal niks uit. Ik zoek internet. Op internet zoek ik foto's die me aanspreken. Van dit was dan echt een schaterlachende oude vrouw. Nou, dat vind ik mooi. Dan zet ik met houtskool zet ik het op. En daarna doe ik de foto weg en dan word ik mijn eigen persoon. Waardoor je ook soms gewoon ergens tussenin zit. En mensen gaan vanzelf ook associatie maken die misschien niet eens in de foto zat, maar wel in het schilderen. Maar kijk, deze vrouw die is niet blij. Nee. Of het is haar expressie. Dat ze helpt voor blijdschap, maar dan de verdriet erbij kijkt. Maar ik zie er toch vooral zelf verdriet in. Ja, ze is vooral heel verbitterd voor mij. Verbitterd? Ja. Hoe lang exposeer je nou hier in dit half december. Oh, dat is nog best wel... Het is ook gewoon vrij toegankelijk. Ik moet wel even aanmelden volgens mij hier zo. Maar je krijgt dan een pasje of zo. Want dat vind ik wel het interessante van dit gebouw. Het is natuurlijk het is toch een beetje een bolwerk in de stad. Ja. Vandaar dat ik het ook wel leuk vind om hier eens binnen te komen kijken. Heel veel mensen komen hier nooit binnen, terwijl het echt een prachtig gebouw is. Heb jij wel eens in een cel gezeten? Dat is een hele persoonlijke vraag. Nee. Dag meneer, hoe maakt u het? Goed bezig, jongen. Welzinnige dingen of nee? Ja, uiteraard, alleen maar. Hè. Ook was onbekend. Dat is ook een oude Douwendaal. Ja, ook was onbekende kop. Die zat ook voetbal. En die is niet aan de kunst gegaan. Ja. Nee. Voetballen deed hij vroeger ook, ja, dat klopt. Ja, die woonde ook bij mij in het deel. Ja. En dat is het leuke van Middelburg, het is een dorp. Maar als laatste vraag, jij exposeert hier, maar je hebt ook een atelier met een paar collega's in Veren, begreep ik. Dus als mensen jouw werk willen bewonderen of kopen, kunnen ze zich in Veren melden? Klopt dat? Veren is oud poortwachtershuisje bij de Grote Kerk. En dan zitten we deze maand nog. En dan volgend jaar in het seizoen weer. Dus vanaf iets van juli of zo.
Zitten we daar weer de hele zomer. Nou, oké, dat is goed om te weten. Met 400 kunstenaars. Dat is goed om te weten. En je hebt ook nog een moeder die kunst maakt en die zit in de Vlissingse straat, zei je toch? Dat klopt, ja. Joke Abner. Ja. Daar ga ik naar binnenkort ook eens een keer kijken. Ja, is leuk. Ja, leuk mens ook, joh. Ja, ja. En is mijn broer ook goed? Ja, zeker. Ja, ja, die zie ik eigenlijk ook nooit meer. Nee, die zit ook niet in de buurt. Nee, nee. Maar nou ja, leuk om zo kennis te maken, via jou, ook weer een beetje met de rest van de familie. En succes met de dingen die je verder gaat doen. Ja, dankjewel.